Elke dag doen we van alles met water. En wij niet alleen. Waterbeheerders doen er alles aan om de kwaliteit ervan te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Maar ondanks hun inspanningen is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland niet goed genoeg. En de kwaliteit van het grondwater staat onder druk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen, STOWA, provincies en drinkwaterbedrijven hebben de handen ineengeslagen om daar verandering in te brengen. Hoe? Met de kennisimpuls waterkwaliteit. Want verandering begint met kennis. En anders doen begint met beter weten. In de kennisimpuls werkten toonaangevende kennisinstellingen Deltares, KWR, RIVM en WUR samen met anderen 4 jaar lang aan het vinden van oplossingen voor urgente waterkwaliteitsproblemen. Denk aan giftige stoffen in het oppervlaktewater, sluipende verontreiniging van ons grondwater en een overmaat aan nutriënten in het water. Vaak weten we al veel, maar is het de kunst om die kennis en inzichten te vertalen naar de praktijk van alle dag? En juist het praktisch toepasbaar maken van kennis, daar heeft de kennisimpuls zich op gericht. We hebben gemeten, boringen gezet, kaarten gemaakt, gemodelleerd, geanalyseerd, gepraat, nagedacht en gediscussieerd. In het veld, op kantoor, in het lab en op het web. Het resultaat bestaat uit een groot aantal tools, instrumenten, methodieken, factsheets en deltafacts. Al die praktische toepasbare kennis stoppen we in de koffer. En jij kunt het eruit halen. Wil je meer weten of direct aan de slag? Bekijk dan de korte films over de afzonderlijke projecten van de Kennisimpuls. Kennisimpuls Waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.